Maar jullie kijkers allemaal mee van achter schermen hier kijken naar wat werk is leuk. Ik veel plezier wensen voor jullie allemaal. Gezellig. Jullie gezellig hebben. Ja, ik ga lekker. Wat is hier allemaal gaande? Wat heb je hier mooi schortie aan, Jeannette? Of niet dan, mijn jongen? Een mooi duurt schortie. En wat ben je van plan vanavond? Ik doe vanavond een opvoering hier Willy Gaal in heel Steenwijk Bakt. En nou ja, daarna moet ik weer om me kleden, hè, heel snel. Je bent vliegensvlug vernaamd? Ik ben vliegensvlug, rap. Maar niet alleen Willy Gaal, toch? Nee, zeker niet. Ik ben alleen mijn wasvrouwen. En ik heb mijn eigen talkshow, hè. Jij ook nog in actie vanavond? Nou, achter de schermen ben ik in actie. Niet als oude dametje net als vorig jaar? Nee, of danseres, nee, dit jaar niet. Dus nee. Je hebt een bescheiden rolletje. Ja, ik help ze graag. Vanavond te gast hier bij Cabaret Terug naar Steenwijk. Al vaker geweest bij het cabaret? Ja, al 4 keer. 4 keer, ja. En wat vond u ervan? Ik vond het hartstikke goed. En wat zijn uw verwachtingen voor vanavond? Nou, dat zal weer hartstikke goed zijn, denk ik. Hè. Dus ik verwacht er weer een sensatie van. Al vaker geweest hier? Nee, nog niet. Nee, nog de eerste keer? De eerste keer. En hoe komt u zo op het idee vanavond hier naar het cabaret te gaan? Nou, we hadden er al vaak van gehoord en het leek ons wel fantastisch om het een keer mee te maken. Dus echt de positieve geluiden? Ja, goed zo. Vaker geweest? Ja, vorig jaar zijn we ook geweest. Vorig jaar? Ja, was hartstikke leuk. En wat vond u ervan? Ja, geweldig. Ja? Ja. Wat dacht u, dan moeten we vanavond maar weer... Ja, dat mogen we niet missen, hè. Kijken wat er allemaal weer gebeurd is dit jaar, of dat weer terugkomt. Wat denkt u, komt u er zelf naar in? Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, zo bekend bent u niet? Zo gek heb ik het niet gemaakt. Nee? Nee. En mevrouw heeft ook veel zin in? Ja, ik heb er ook heel veel zin in. Ja. Dus, speciaal voor Jaap de Vries. Nou, voor de hoeveelste keer ben je hier al? Volgens mij ben je al hier al vaak hier. Vanaf het begin, ja. Vanaf het begin, ja. Ja. Steenwijk, je kijkt er vaak altijd naar uit, hè? Ja. Jij ook? Ja. Theo, vanavond cabaret. Heb je er weer zin in? Ja, we zijn heel benieuwd wat er vanavond gaat komen. Er ging al een gerucht door de stad. Dus en vanavond gaan we beleven. Komt misschien de voorzitter van het wielercomité er zelf in? Wat denk je? Nou, ik verwacht het niet. Maar goed, je weet het natuurlijk nooit, hè, wie ze het behak nemen. Heeft u er veel zin in? Ja hoor. Ja? U ook? Ja, ik ook, natuurlijk. Vaker geweest? Ja, dat is de derde keer. De derde keer? Ja. Dus het bevalt me goed, omdat u elke keer weer terugkomt? Ja, prima. Ook jaren hier te gast op een cabaret? Jazeker. Zeker voor het 5e, 6e jaar. 5e, 6e jaar? Ja, op een rij. Wat denk je, kom je erin vanavond? Nee. Nee? Kansloos. De host is ook al vaak aan de cabaret voorgekomen. Ja. Ze hebben zelfs nog een liedje over jou gemaakt, hè? Over mij niet, dacht ik. Nee, voor mij niet. Hebben ze toen een liedje gezongen samen met een stukje was het, hè? Van mijn zus en mijn zwager, hè? Ja, maar voor mij hebben ze een cabaretstukje voor jou gemaakt, toch? Of niet? Oh, dat weet ik niks van. Nee. Misschien kon er vanavond wel, ik weet het. Ja. We staan nu voor een uitdaging vanmiddag aan het publiek. Gisteren hebben we aan het publiek gemerkt dat het programma gewoon goed is. Er wordt gelachen, er wordt geklapt, er wordt genoten. We hebben de reacties op Facebook ook gezien. Jullie hebben zelf reacties gekregen. Dus over de inhoud van het programma, daar hoeven we eigenlijk niet zo zenuwachtig meer over te zijn. Dat is gewoon goed. Banden, de klok loopt 4:53. Langere klok. Spanbanden. Eerste keer weer, vanmiddag. Nervositeit. Oh, hier, man, molly, hè, hier, van de maan. Hier, mauw. Met de SF-rijbaan moet u ook aan de overgaan. Weet je wat er mis? Het is pauze. Pauze? Pauze. Pauze. Ik weet het heel zeker. Het is pauze. Dat is echt
En beste kijkers, het is nu pauze, het is pauze. Dat hebben we allemaal al 3-4 keer gezegd. En zoals hier ziet, dan doen we weer de pauze. Even een bakje koffie drinken. Lekker bakje. Ja, het is een hartstikke leuke voorstelling. Hè? Heel afwisselend en allerlei thema's komen aan bod. Van zang tot sketches. En het is echt leuk om naar te kijken en naar te luisteren. Ja, hartstikke leuk. Het maakt me prima. Ja, prachtig. Ja, het is een superleuke voorstelling. Maar dat is het elk jaar wel. Je bent tegenwoordig ook aan beroemdheid, hè? Nou, dat blijkt zo, maar ja. Een mooi liedje. Ja, nou, een liedje, ja. Dat is wel bijzonder, verrassend. Ik had dat verwacht je natuurlijk nooit, hè? Ja, het is een leuke voorstelling. Ik mis nog een paar hoogtepunten. Maar ik ga met goed vertrouwen het gedeelte na de pauze tegemoet. Dus het komt vast goed. En dat is namelijk gekomen, u weet wat er in de wereld aan de hand is. En de gemeente wordt ook ernstig bedreigd. Door wie eigenlijk? Ja, door de gemeenschap, want het schijnt dat de gemeente op zwart zaad zit. Dames en heren, van harte welkom. Mijn naam is Hans Bogers. Ik ben ook wel columnschrijver, muzikant, singer-songwriter en natuurlijk de vaste stem bij De Slos. Ik ben Hans Bogers, maar ik heb hem ontdekt. Het was hier namelijk op het bordje hierachter. Hier zat hij verstopt. Er stond verboden toegang. Maar onze shawarma-boer, ik heb hem te pakken gehad. Ik heb hem te grazen genomen. En ik heb er zelf shawarma van gedraaid. Het was namelijk buitenproportioneel apocalyptisch wat die man heeft gedaan. Maar ik heb hem te pakken gehad hoor. Nou goed, dit was het nieuws even van Hans Bogers. Veel plezier achter de schermen, want ik geloof dat in die kleedkamer daar, dat daar heel veel vlees is. Heel veel vlees. Ja, veel vlees. Goed, dit was Hans Bogers. Dag. Bub, hoe gaat ie? Ja, hij gaat best. Ja? Ja, hij gaat heel best. De gedichten vallen in hele goede aard, hè? Dat hoop ik, dat het goed aankomt. Er zal dat opzetten van, hè? Eén ding viel me weer op. Dat is... De eerste avond was na jouw eerste gedicht de zaal helemaal stil. Ja, klopt. Dat was vanavond niet, hè? We kregen applaus en dat was niet gepland. Maar dat is ook goed. Dat is ook mooi, goed maar... teken. Het was wel verband dat zo'n zaal dan toevallig ook in één keer helemaal stil bleef, hè? Ja, 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 ja. Maar dat is ook de opzet van het eerste gedichtje. Ja, nou mooi. Nog veel plezier. Dankjewel, Jan. Wie en bier? Erwin Fink. Had je niet verwacht, hè? Nee. Ja. Die hardloper. Die hemelbestormer. Ook nog. Zeker. En drangrijk versjouwer. Professioneel figurant. Kerstman. Pieper de Clown. Zwarte Piet. Omroepen bij de Avondvierdaagse. Ja. Ja, zo'n man moet een keer erin. Goed, mijn naam is Bas Helweg, heb ik net gehoord. Ik ga hier even explosieven onderzoek doen. Het is namelijk zo dat hier explosieven zouden liggen. En ik heb geknetter gehoord in de onderbroek van Han Evers. Dus laten we daar eens eerst even op zoek gaan naar explosieven. Nu komt Jannes en die kreet nu. Meneer, geweldig. Meneer Molen. Oh, nou niet wel. Alles is elkaar zien. Regisseur van het cabaret Treuzen Steenwijk. Ik denk zeer geslaagd, hè? Ik ben tevreden, ja. We zijn allemaal tevreden, denk ik. Het waren 3 prachtige voorstellingen. En ook vanavond was het top. Hartstikke fijn publiek. Nou, wat wil je nog meer? Nou, mooie kant toch niet, hè? Nee, dat is fantastisch. Ik zou zeggen,
Dus elke keer weer de vraag van hoe komt zo'n programma over? En als dan blijkt dat dat goed overkomt en het publiek is enthousiast, die geniet ervan, nou, dan zijn wij ook dik tevreden. Nou, dat zijn dan mooie woorden van onze regisseur Adrie Versleen. Ik zou zeggen, op naar volgend jaar. We nemen de borrel. Ja. Het was een mooie voorstelling. Iets korter dan andere jaren. Keurig, netjes. Gebalanceerd, dus ik heb wel genoten, ja. Ja, het was vanavond weer gezellig natuurlijk hier in de meter. Ik heb weer genoten van het cabaret. Ja, vooral als je er zelf ook nog een beetje in komt, is het nog heel leuk. Dus ja. En wie kan er nou zeggen dat er een liedje over je gemaakt is en een schetsje. Dus ja, mooie kant er niet. Het was weer tof voor elkaar. Dus, Nou, ik vond de voorstelling hartstikke mooi. Echt waar. We hebben echt weer genoten. Vooral ook van Koba de Nouté. Vond ik ook hartstikke goed. En eigenlijk alles, ja. Ik vond het leuk dat mijn zoon er nog even in kwam. Dus allemaal bedankt. Nou, ik heb weer genoten vanavond. Geëmotioneerd geweest, ben blij geweest, ik heb gelachen. Eigenlijk van alles een beetje, dus helemaal goed. Top.